Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op Another Chapter. Vandaag ga ik mijn gezicht face swappen. Ik zie dat de laatste tijd ook op Facebook vooral heel veel voorbij komen. En het leek me leuk om ook eens te doen. Dus ik downloadde de app Face Swap. En dan nog iets achter. Hoi, daar ben ik weer. Mijn telefoon viel om, want ik film dit nu met mijn telefoon. Dat doe ik anders eigenlijk nooit. Maar ik sprak al over de app waarmee ik dus mijn gezicht ga face swappen. En nou, een app uiteraard zit op mijn telefoon. Dus vandaar ook dat ik nu ook het intro en zo film met mijn telefoon. Dus sorry voor de iets mindere kwaliteit. Ik hoop dat het niet zo opvalt. Ik heb in ieder geval een hele leuke video voor jullie gemaakt. En ik verander in verschillende beroemdheden. Zowel buitenlands als uiteraard ook Nederlands. En ik hoop dat jullie het gewoon leuk vonden. Ik vond het in ieder geval super leuk om te doen. Want echt, ik bedoel, ik kan zo gewoon iedereen zijn wie ik wil. Dus ik hoop in ieder geval dat je de video leuk vindt. Doe vast een blauw duimpje omhoog. Nou, zoals je kunt zien heb ik nu blauwe strepen op mijn gezicht. En dit betekent dat dat de markering is waar de face swap overheen gezet gaat worden. En dat ziet er even heel vreemd uit. En nou ja, goed, we gaan de eerste laten zien. Tada! Het is Beyoncé. Oh, dit ging even uit beeld. Dat kan dus ook gebeuren. Nou ben ik dus een of andere Barbiepop of zo. Of iets te veel plastische chirurgie heb ik nu gehad. Het is wel stom, want door die foto die kijkt ze ergens naar een bepaalde richting op. En ik kan nu alle kanten op kijken zonder dat die ogen die kant ook op gaan. Maar dit is wel echt een beetje vreemd. Nee, dat zou cool zijn als dit zo in één keer komt met één klik. En dan flat zit je hele look erop. Het is wel handig, het is een carnaval. Dus als dat nou zou kunnen... Oké, dit is ook niet mijn gezicht, denk ik. Het is in ieder geval Britney Spears. Oeh, oeh, oeh. Yes, we can. Dat is ook een beetje vreemd, zeg maar. Ik ben in ieder geval nu Obama. Ik zou het niet zozeer zien, hoor. Maar, oh, zo'n beetje. Ah, die wangetjes. Geweldig. Dit is in ieder geval Jennifer Lawrence. Oh wacht, hier zit er van haar een stuk haar. Maar dan moet ik dit allemaal zo doen. Nee, ik zou deze ook niet herkennen. Dit is ook Reese Witherspoon. Nee, deze is echt een beetje flup. Oh, ik heb van die clowns lippen nu. Zo met zo'n hoekje. Nee, dat was echt niet grappig. Jammer van de huidskleurverschil, hè? Dat maakt het toch weer minder echt dan. Maar deze herken je zo niet. Even een andere foto. Oh, and gone. Nee, nou, deze kun je ook niet echt raden. Ik ben Angelina Jolie. Espresso, what else? Oh, die ziet er wel echt heel dom uit. Of course, George Clooney in the house. Oh Paris Hilton, of course. En weten jullie nu wie ik ben? Ik heb een beauty site en ik heb een YouTube kanaal. Ik heb ook een vlogkanaal op YouTube. En mijn vriend noem ik meestal Foef. Masje natuurlijk. Holy moly. Deze is echt al vreemd. Nou, dit moet even een andere foto worden. Want, ik heb echt een snor aan één kant of zo. Wat is dit? Nou, ik was in ieder geval Rutger, oftewel Fursje. We gaan door met de volgende. Zo, wacht. Net was deze goed. Ik ben Enzo Knol. Ook hier, echt gewoon geen gezichtsuitdrukking. Oh. Let's do de volgende. Oh, deze lijkt ook best goed. Oeh, hij was weg. En natuurlijk prinses Beatrix. Deze is goed. Of die matcht in ieder geval met de kleuren. Deze. Oh wauw, dan ga je schil kijken.
Deze vind ik echt cool. Oh man, dit is echt, dit kan niet. Nou, ik heb in ieder geval heel veel lol gehad en ik hoop jullie ook. Welke vonden jullie het best of welke herkende jij meteen? Schrijf dat hieronder neer of schrijf. Doe het maar typen, want anders zo zonde van je beeldscherm. Ik vond het in ieder geval super leuk om te doen. En dat ik iedereen kan zijn wie ik wilde. En de een leek beter dan de ander. En dat maakt helemaal niet uit. Want het is gewoon vet cool om je gezicht in het gezicht van... Nee, andersom. Om het gezicht van iemand anders in jouw eigen gezicht te zien. Is eigenlijk gewoon heel weird, zeg maar. Maar wel echt super tof om te doen. Laat hieronder weten bij de comments welke jij het beste vond lijken of vond passen bij mij. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Houdoe! Goed, ik ken dus mezelf en ik ben soms zo'n idioot die dan stopt met iets. Terwijl dat echt een gouden ticket is, weet je wel. Zo'n... Ja, dat dus. Weet je wel, zo'n Charlie in the Chocolate Factory ticket. Zo de gouden ticket waarmee je iets hebt bereikt.